En de douanerecherche heeft afgelopen maandag de 36-jarige passagier Noya J. aangehouden op de Johan Adolf Internationale Luchthaven. Ze heeft de wet verdovende middelen overtreden. Dat meldt het Korps Politie Suriname KPS op haar website. Bij haar zijn cocaïnebolletjes in natuurlijke lichaamsopeningen aangetroffen. Noya wilde vanuit Suriname naar het buitenland vertrekken. De douanerecherche heeft haar overgedragen aan de narcotica-brigade voor verder onderzoek. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is ze in verzekering gesteld.